Het was met slechts 6 spelers een van de minst bezochte trainingen van PSV ooit. Alleen Toivonen, Bakal, Engelaar, Tamata, Koevermans en Marcelo waren aanwezig op de hertgang. Ook hoofdcoach Fred Rutte ontbrak. Hij was maandagavond aanwezig bij de komende tegenstander van PSV in de Europa League, Benfica. Erik ten Hag leidde de training. De internationals van PSV zijn gevlogen omdat er dit weekend EK-kwalificatieduels op het programma staan. Zweeds international Ola Toivonen was wel op de training aanwezig, omdat hij ook bij het nationale elftal nog een schorsing moet uitzitten. De rest van de afwezigen rustte nog even uit van de wedstrijd Jong PSV Jong Helmond Sport maandagavond. Het ongeslagen Jong PSV kan vanavond zonder te spelen kampioen worden, als Jong Groningen niet wint. Het belofte elftal moet uit de komende 5 duels nog maar 2 punten halen. Spanning, hè? Ja, goed bal erin. 20 seconden, spanning, hè? Het werd dus een ontspannen training met een gezellig potje rondom. Ja, uit! Ondanks de rust deze week speelt PSV donderdag om 2:30 een vriendschappelijke wedstrijd tegen RKC Waalwijk op de hertgang. De entree is gratis. Nee, ja, dan moet je naar de tweede trekken. Wel. Thank you.